Welkom bij Uitgelicht, een nieuwe reportageserie waarin beeld wordt gebracht wat er speelt in Arnhem. In deze eerste aflevering zijn we in de Varkensstraat. In april sloot rockcafé The Move haar deuren. In een verklaring schreven zij dat een totale verpaupering van de Varkensstraat hiervoor een van de aanleidingen was. Met ondernemers uit de straat, de gemeente en de politie bespreken wij de situatie. Hoe donkerder het wordt, hoe later het wordt, hoe meer agressiviteit en criminaliteit er te vinden zal zijn hier in de straten. Ik denk dat het tijd wordt voor wij als ondernemer dat we ook een keer de keerzijde van de medaille laten zien. En uitdragen dat het hard werken is om de straat nog leuk te krijgen. Ron Hofmans, eigenaar van Café Baron, zit al sinds 2006 in de Varkensstraat. Toen hij daar de deuren opende, was de sfeer nog goed. Veelbelovend, bruisend, enthousiast publiek, op zoek naar een leuk stekje waar iets te doen was. Toen was een vechtpartijtje was bijzonder en daar schrok je van. Drugsgebruik, dat was not done. Nou zien wij hier in de Varkensstraat dat dit juist de kweekvijver lijkt te zijn van alles wat het daglicht niet kan verdragen. Zeker in de Varkensstraat wordt er niet raar opgekeken als je in je bil wordt geknepen, wordt bespuugd of net wat. Zelfs ambtenaren in functie worden uitgescholden zonder dat ze daar adequaat op reageren. Afgelopen 2 jaar in het bijzonder is de sfeer bijzonder hard achteruit gegaan. Samen met de Move, Niels Breeman en ik hebben toen ook aan de bel getrokken bij de gemeente. Daar meldingen van gemaakt van wij constateren echt dat de sfeer achteruit gaat, dat het grimmiger wordt. Dat er slecht gehandhaafd wordt en dat de ondernemers hier in de straat, enkele ondernemers, en dat die populatie groeit helaas ook, dat die er een beetje met de pet naar gooit qua regels betreft. En dat komt natuurlijk niet ten goede van de stad. Giel Harmsen is de overbuurman van Ron Hofmans en de eigenaar van Bar 41. Ook hij maakt zich zorgen over de Varkensstraat. Stel dat jij op straat loopt, hè, in een stad waar je nog nooit geweest bent. Je neemt in één keer een zijstraatje en allemaal graffiti en verpauperde gebouwen. Dan voel jij je ook niet oké. Verlichting die niet werkt, dat soort dingen. Dat heb je hier in de binnenstad ook. Mensen voelen zich niet oké. We weten dat het daar aan de andere kant van de straat verpauperd wordt. Dat er gigantisch veel overlast is. Dat de straat leeggeveegd wordt met politiehonden erbij, ME erbij. Een arrestatieteam om 2 uur 's nachts met half-automatische geweren bij een zaak naar binnen te lopen. Is gewoon niet normaal. Toen ik hier 9 maanden geleden kwam, dus vandaag precies 9 maanden geleden, ben ik natuurlijk ook in de binnenstad gaan rondkijken heel snel en ook op de Korenmarkt. En ik ben toen wel geschrokken, dat heb ik ook verteld, van hoe het er daarbij staat. Dat vind ik niet echt het toppunt van gezelligheid en aantrekkelijkheid. Door daar rond te lopen en wat je dan ziet en wat je daar dan bij voelt. Dat panden heel slecht zijn onderhouden, heel veel dingen zijn kapot, staan er gewoon hier en daar liggen er gewoon voor schandalen bij. En dat was voor mij ook aanleiding om daar meteen iets van te vinden. Daar heb ik ook niet onder stoel of banken gestoken. En dat heeft ook ertoe geleid dat we met de ondernemers rond de tafel zijn gaan zitten. De pandeigenaar is altijd verantwoordelijk voor de voorgevel van de horecazaak, van de zaak die ze verhuren. En daar wordt niks aan gedaan. En de gemeente die kijkt ernaar en die ziet het gewoon erger worden. Op het moment dat de gemeente de eisen op tafel legt en de pandeigenaar er toe zal dwingen het onderhoud te plegen, dus de ramen die gesneuveld zijn, niet een jaar lang kapot te laten, maar gewoon adequaat reageren. Het opleuken van de straat, de gemeente een actieve rol zal innemen om de verlichting aan te passen. Wellicht een plantenbakje hier neer te leggen. Het ook aantrekkelijk maken voor de passanten, wat op dit moment totaal niet het geval is. Voor mij is het een feit dat hoe verpauperd de binnenstad eruit ziet, hoe verpauperd je doelgroep ook wordt. Want op het moment dat het hier dus daadwerkelijk eruit ziet als een ghetto, dan kan je ook mensen verwachten die normaal gesproken zich aangetrokken voelen tot een ghetto. En het is voor mij toch wel vrij duidelijk dat de gemeente daar gewoon iets aan moet doen.
op bepaalde plekken en eigenlijk als geheel zeg ik van dat ziet er gewoon niet fraai uit en Arnhem onwaardig. En daar moet dus wat aan gaan gebeuren. En daar wil ik dus met name de vastgoedeigenaren ook op aanspreken. Wij gaan in ieder geval waar we wettelijke bevoegdheden hebben, zullen we daarvan gebruik maken. Overigens hebben vastgoedeigenaren ontzettend veel rechten. Dus voordat je iemand kunt dwingen om een bepaalde reparatie uit te voeren, nou dat is heel erg ingewikkeld. Maar ik wil die vastgoedeigenaren vooral aanspreken op ook hun eigen belang. Want als een straat verloedert, dan gaat ook de waarde van het onroerend goed achteruit. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Ja, het is echt, eigenlijk is het al die tijd is het niet de Varkensstraat in het algemeen geweest. Maar echt eigenlijk is het in twee helften verdeeld. Je hebt één helft van de Varkensstraat, wat eigenlijk bij mijn zaak begint. En bij het café van mijn overbuurman, de Baron. Wat vervolgens naar Albertspuntje. Daar loopt het een beetje af in de straat. Maar aan de andere kant van de straat, dat zijn eigenlijk een beetje probleempannen altijd al geweest. Eén of twee jaar een ondernemer erin, gaat fout. Ondernemer weg, staat hij weer leeg. Weer een nieuwe ondernemer erin. Een huurbaas die denkt van hoe sneller verhuurt, hoe beter. Want die mist natuurlijk ook zijn geld. Een gemeente wat druk op zit. Oké, dat pand moet weer voorkomen. En het is echt juist een beetje dat gedeelte wat een bepaalde doelgroep en bepaalde ondernemers aantrekt. Die eigenlijk niet weten met wat voor vak ze bezig zijn. Dus daardoor ook in problemen aankomen. Ja, ze merken eigenlijk pas dat ze een probleem hebben als het probleem er al is. In plaats van dat ze er voor die tijd over na hebben gedacht. Want als jij 200-300 mensen binnen hebt zitten die in de rest van Arnhem overal met een goede reden geweigerd wordt. En je hebt ze eenmaal binnen zitten, dan is het een kwestie van tijd dat het escaleert. Er zijn al wat zaken gesloten ondertussen. En dat is een stuk minder geworden. Alleen zitten er nog wel wat zaken die dus een slechte deurbeleid hebben. Die dus nog steeds denken van oké, we willen korte termijn winst hebben. De zaak voor hebben en elke stuiver eruit halen die erin zit. Het maakt verder niet uit in wat voor staat ze naar binnen te komen of wat de sfeer is van bepaalde mensen. En die gaan dus gewoon voor het geld. En die zitten nog steeds een paar van in de Varkensstraat. Wanneer de ondernemers gevraagd worden naar de oorzaken van de problemen in de straat, noemen zij onder andere de handhaving van de gemeente en de politie. In mijn mening is dat vooral te wijten aan het beleid wat wordt toegepast hier in de stad. De gemeente schrijft de algemene plaatselijke verordening en daarop moet gehandhaafd worden. Wij als ondernemers merken dat de regeltjes niet meer zo nauw worden genomen, dat er soepeler wordt omgegaan. Als je overlast produceert, dan wordt er door de vingers gekeken. Komt wel goed. Het grootste probleem is een heel groot gedeelte gemeente, maar daardoor ook dus niet de politie zelf. Maar meer door de leiding die boven de politie zit. En eigenlijk is de politie meer de dupe ervan dan dat ze ook schuld hebben in het verhaal. Want hun krijgen natuurlijk, worden ook van bovenaf aangestuurd. Henk Heil, wijkagent van de binnenstad van Arnhem, is een bekend gezicht in het centrum. Met het openbare ordeteam houdt hij tijdens stapavonden toezicht op de Korenmarkt en de omliggende straten. Nou, in grote lijnen zijn die natuurlijk het handhaven van de openbare orde. En zorgen dat alle stappers gewoon een hele gezellige avond hebben. Wij gaan er altijd vanuit dat 99,9% van de mensen gewoon komen voor een leuke avond. Dus die 0,1% die het wil verstieren, die komt aan de beurt bij ons. Nou, wij beginnen zo'n dienst met een briefing om 11 uur, een gezamenlijke briefing. En dan gaan we vanaf een uur of 12 de straat op, de Korenmarkt in dit geval, en de omliggende straten. En dan beginnen we vaak met het kijken van wat voor mensen komen er. En wie komen er en wie zijn er. En dan kunnen we al een kleine inschatting maken van wordt het gezellig, wordt het minder gezellig. Komen mensen om rotzooi te trappen, komen mensen van buitenaf. En daar gaan we dan contact mee leggen om alvast een bepaalde sfeer te creëren, zodat we de rest van de nacht rustig op kunnen treden. Mensen al herkennen, mensen ons herkennen. En we ze wat makkelijker aan kunnen spreken. En we wijzen ze erop dat we bijvoorbeeld camera toezicht hebben in de stad. Nou, weet je, en stel dat mensen al redelijk, laten we zeggen, aanwezig zijn. Dan kunnen we al zeggen van, God, we hebben een shotje voor jullie gemaakt. Dus mocht je je misdragen vannacht, dan weten we wie we moeten hebben. En in extreme gevallen noteren we alvast wat namen.
De meeste mensen komen tussen 12 en 1 tegenwoordig, sinds de sluitingstijden vrijgegeven zijn. En dan zeg maar tot een uur 2, 2:30, dan zitten mensen gezellig of op een terras of in een zaak. En daarna gaan mensen lopen, want de eerste zaak gaat om 3 uur dicht. Ja goed, en waar een hoop mensen zijn, en vooral jongeren, en die elkaar nog wel eens tegenkomen, dan wil het nog wel eens fout gaan. Dus dan proberen we gelijk, als we denken van hé, daar is wat spanning, om dan al in te grijpen. Je kunt natuurlijk afwachten als je ergens ziet van daar gaat het fout, maar je kunt er ook al bij gaan staan. En zeggen jongens, houd gezellig, of wat is er, of weet je. En dan haal je vaak al een angel eruit. Het scheelt zo enorm veel. Alleen ja, goed, op een gegeven moment, als het dan fout gaat, dan moet het natuurlijk ingegrepen worden. Het moment dat je een agent aanspreekt van, goh, er is wat glaswerk buiten kapot gegaan. Zou je de mensen daarop willen aanspreken? Dan ruimen ze het zelf op in plaats van dat ze actie ondernemen en handhaven wat ze behoort te doen. Tot frustratie van de politie ook, want die zijn natuurlijk, die krijgen een budget. Die hebben ook beperkte tijd, mankrachten. Die worden aangestuurd door de gemeente. En ik denk dat daar ook wat te behalen valt. Wat ik hoop wat we kunnen handhaven is dat het optreden van de politie met een speciaal team, dat we dat kunnen blijven volhouden. Ook in combinatie met de camerabewaking die we hebben. En daar komen ze uit het hele land naar kijken. Dus het is, wij gaan op andere plekken kijken, zoals in Den Bosch. Maar uit andere plaatsen komen ze weer naar Arnhem kijken hoe wij het daar oppakken. Met name wat betreft de methodes die de politie hanteert. Als mensen goed hun werk doen, dan voorkomen wij meer dan dat we daadwerkelijk op moeten treden. Hoe we het openbaar orde team opgericht hebben we ook de cursus proactief signaleren ingevoerd en hebben iedereen opgeleid. En dat is juist erop gericht om vooraf, zeg maar de eerste paar uur, op gedrag van mensen te letten en dan al in te grijpen. In eerste instantie zullen 2 mensen bij het opstootje of het conflict of wat dan ook optreden. De rest zal daaromheen zijn om te observeren. Mocht het helemaal spannender worden, dan wordt er een soort afscherming neergezet door de rest van de leden. En afhankelijk daarvan en wat het conflict is, worden of mensen aangehouden of mensen verwijderd van de korenmarkt. Of er worden alleen namen genoteerd en ieder gaat zijn weegs en kunnen gewoon lekker verder. In 2012 startte de gemeente Arnhem een 2-jarige proef met vrije sluitingstijden. Zij stelde toen dat kroegen en clubs in het centrum langer mogen openblijven, als de sfeer in de kroeg daarom vraagt. Bij daglicht valt het op zich wel mee. Naarmate de avond vordert, neemt de criminaliteit ook toe. Het begint steeds later en dat is ook een beetje te wijten aan de vrije sluitingstijden. De sluitingstijden moeten gewoon veranderd worden. Simpel gezegd, die moet je gewoon terugdraaien. Ook al denken ondernemers van, hey luister, hoe langer ik open ben, hoe meer omzet. Dat is gewoon echt onzin. Mensen hoeven niet langer door, dus ze komen eerder de stad in. Mensen hoeven niet thuis in te drinken, dus je hebt die controle bij jou in je zaak. Daar wordt ingedronken. Jij kan bepalen hoeveel en hoe weinig. Het verloopt niet over straat te hangen tot 7 uur 's ochtends als de politie al naar huis toe is. Er zit geen logica achter de vrije sluitingstijden. Nou ja, in de Varkensstraat zitten wat meer zaken die zeg maar tot 6 uur open zijn. En op de Korenmarkt sluiten de meeste zaken toch wel zo tussen 3 en 4. En dan zie je dat er toch nog wat publiek daar naartoe gaat. Nou ja, dan krijg je misschien wat gedrang bij de deuren. En mensen willen graag toch naar binnen. En ja, dat levert misschien wel eens wat spanning op. Maar over het algemeen denk ik dat de sfeer niet zo heel veel verschilt. In december van 2014 wordt de proef met de vrije sluitingstijden geëvalueerd. Pas dan mogen alle betrokken partijen hun zegje doen. Om de achteruitgang van de straat tegen te gaan, hebben de ondernemers de problemen bij verschillende instanties aangekaart. Niels Preeman van de Move en ik zijn daar 2 jaar geleden mee begonnen. Het gesprek aangegaan bij Cluster Veiligheid, bij Niels Emeijs, Arne Stroink, de wijkagent Henk Heil. Wij contacten mee gezocht van hoe kunnen we deze samenwerking beter maken en erop toezien dat het leuker wordt om te gaan stappen. Wij hebben fotoreportages gemaakt hier in de straat, dus echt momentopnames gemaakt van zo ligt het er nou bij. Dit zijn de problemen waar we nu tegenaan lopen, dit zijn de problemen die al heel lang spelen. Dat hebben we geopperd bij verschillende instanties, mailtjes gestuurd met het verzoek van leg het neer bij de juiste afdeling met graag een terugkoppeling. En die bleef 9 van de 10 keer bleef die gewoon uit. Het is altijd een goed iets als je een clubje ondernemers hebt die met elkaar gaan praten, die daar tijd in stoppen, die dingen overleggen, die dingen op papier zetten en vervolgens met een goed verhaal naar de gemeente te komen, wat we meerdere keren gedaan hebben, hè? Dus ook echt gewoon de moeite genomen om niet met een loos verhaal naar de gemeente te gaan, maar gewoon met een goed, duidelijk verhaal naar de gemeente te gaan. En er gebeurt helemaal niks mee. Ja, daar wordt over gepraat, worden dingen beloofd.
Nou, wij krijgen vooral, dat klinkt wat paradoxaal, klachten van ondernemers over andere ondernemers waar ze last van hebben. En men mag mij dan ook terecht aanspreken dat ik daar doorpak waar mensen er een potje van maken. En dat is ook gebeurd in het afgelopen jaar. Helaas wat dagen later, dus op het moment dat de overlast al lang en breed gepasseerd is, dan wordt er een terugkoppeling gemaakt naar de ondernemer die de melding heeft gemaakt van we hebben niet mogen constateren dat er overlast was op dit moment, dus daarmee is de klacht afgedaan. Je kan niet van de mensen zelf verwachten, die uitgaan, dat hun het in goede aarde kunnen leiden. Hè, dat hebben we hier nog nooit gedaan. Dus dat moet gewoon door andere factoren moet dat gedaan worden. En daar ligt dus dat stukje overheid, dat stukje gemeente, dat stukje politie. Dat stukje samenwerking van ondernemers met politie toe. Ondernemers met gemeente Arnhem. Is ook gebeurd, maar dat had alleen maar als reden dat er gemeenteverkiezingen waren. Daarna zien ze nooit meer terug. Dus die wordt gewoon in de steek gelaten door de gemeente in principe. En helemaal met de nieuwe burgemeester. Het is natuurlijk zo dat niet iedereen heeft eenzelfde verhouding tot de gemeente of de burgemeester. Er zijn ook een aantal horecaondernemers die letterlijk en figuurlijk tegen mij aan zijn gelopen doordat wij hebben moeten handhaven. Dus ik ben enerzijds heel streng naar diegene die de regels overtreedt, want de handhaven wel. Maar die ondernemers die zeggen van ja, wij snappen dat er samen wat moet worden opgepakt. Daar gaan we niet alleen mee aan tafel zitten. We zijn ook samen in de bus gestapt om naar Den Bosch te kijken, wat een hele succesvolle stad is op het gebied van horecakwaliteit. Om daar gewoon samen naartoe te gaan om te kijken wat we kunnen leren. Wat in ieder geval in Den Bosch heel goed is gedaan, is dat niet alle partijen naar elkaar toe wijzen van jij moet het oppakken. Als de vastgoedeigenaren, de verhuurders van de panden, wat vaak de brouwerijen zijn, als die denken van nou, het interesseert ons allemaal niks, als die gaan voor de winst op de korte termijn en de exploitanten ook gewoon maar een lot overlaten, dan gebeurt er niks. Als de exploitanten zelf niet ondernemend zouden zijn, dat is niet goed. En als de gemeente helemaal afzijdig blijft, dat is ook niet goed. Maar je kunt niet verwachten van de gemeente dat die het probleem in zijn eentje gaat oplossen. We kunnen wel de kader stellen wat betreft de ruimtelijke kwaliteit, wat betreft de handhaving en zeker wat betreft het openbare orde en veiligheidsbeleid. In de Varkensstraat vind ik dat ondernemers gewoon samen moeten werken. Want we weten nou, oké, gemeente, daar hebben we gewoon niks aan. Dus daar kunnen we krantenartikelen over schrijven, daar kunnen we interviews over geven, wat dan ook. Maar dat is het verhaal. Ze zien elkaar meer als concurrentie, terwijl het absoluut niet nodig is. Dan als ze zeggen, oké, luister, we zitten met z'n allen in dezelfde straat. We hebben hier een hele leuke veelzijdige straat, er zit live muziek. We hebben hier een leuke club / café. Hiernaast zit een leuk Hollandstalig cafeetje. Er zit een leuke broodjeszaak in de straat. Een Spaans restaurant. Een koffieshop voor degene die zijn wiet wil halen. Maar toch nog wel een redelijk normale doelgroep. Hè? Dus waar je weinig overlast van hebt. Er zit zelfs een cafeetje zitten. Dus er zit eigenlijk voor iedereen wat zit er. En daar moeten we gewoon gebruik van maken. En we moeten gewoon zorgen met z'n allen in die straat. Omdat de gemeente het gewoon laat afweten. Dat weten we nou. Daar hoeven we dus ook niet meer verder over te discussiëren, vind ik, als ondernemers onderling. De gemeente laat afweten en dat is het verhaal. En dat blijft gewoon zo voorlopig. En we zien vanzelf wel wanneer Keizer wakker wordt. Wij moeten eigenlijk met z'n allen gewoon zorgen dat de Varkensstraat weer een stuk gezelliger wordt. Daarna zal de ondernemer in samenwerking met handhaving de regels moeten naleven. Denk daarbij aan geluidsoverlast, dus de ramen en deuren dicht houden tijdens openingsuren. Het onderhoud van het terras, het aanvegen van, het schoonhouden van. Op het moment dat daarop wordt toegezien, dan zal er een rooskleurige toekomst voor de Varkensstraat bestaan. Bij die ondernemers die zeggen van er moet hier iets gebeuren aan de kwaliteit, ook overdag, daar kan ik me heel goed in vinden. Maar daarmee heb je de oplossing nog niet. Het zal tot een geregisseerd samenspel moeten komen, waarbij de belangrijkste rol ligt bij de ondernemers zelf. En daarvoor hebben wij in Nederland de Horeca Nederland, Koninklijke Horeca Nederland. Die hebben ook in Arnhem een afdeling. Die functioneert heel goed en die is ook gangmaker van de dialoog en het goede gesprek. De problemen zijn zeker de straat nog niet uit, letterlijk en figuurlijk. Wat ik wel gemerkt heb is dat een aantal mensen geschrokken zijn van het hard doorpakken als je helemaal niet aan de regels houdt.
Dan pakken we echt door. Andere ondernemers zijn weer opgelucht doordat we degene die het een beetje verstieren, dat we die aanpakken. Maar het grote probleem van de kwaliteit van de hele omgeving, dat moet nog aangepakt worden. En dat kan dus alleen maar wat ik net noemde, die geconcerteerde actie. Maar ik heb wel het vertrouwen dat we daar met z'n allen naartoe groeien. Maar het gaat niet vanzelf. De ondernemers, de gemeente en de politie lijken hetzelfde te denken over de Varkensstraat. Verandering is nodig. Uit hun verhalen blijkt dat zij het grotendeels eens zijn over de problemen in de straat. Maar het oplossen ervan heeft tijd en goede communicatie nodig. Blikkend op de toekomst hopen zij hetzelfde. Een gezellige en veilige Varkensstraat. Mijn hoop? Weer als een paar jaar geleden. Gewoon een leuke, diverse plek om uit te gaan. Arnhem heeft meer als genoeg te bieden. En wij hopen dat als alle pionnetjes op de juiste plaatsen staan, dat het weer een rooskleurige toekomst heeft. Ik hoop in ieder geval dat het gezellig blijft. En bij gezellig uitgaan hoort ook dat je je op je gemak voelt en dat je je veilig voelt. Waar we straks naar moeten gaan kijken is van waar zitten de grote knelpunten, op welke momenten, op welke precieze plekken en ook met welke doelgroepen. En daar beginnen we langzamerhand een beetje zicht op te krijgen. En ik hoop dat straks gewoon de Arnhemmers, op welk moment dat ze ook uitgaan, kunnen zeggen de Korenmarkt is van Arnhem en is van ons. En dat 24 uur per dag en als het kan 7 dagen in de week. Zorg gewoon dat je die goede portiers hebt staan. Zorg gewoon dat je een normale doelgroep hebt. Zorg er gewoon voor dat de gasten die bij jou binnenkomen een zwaar geld betalen voor je drankje. Waar die mensen weer kei en keihard voor werken. Zorg gewoon dat ze een leuke fijne avond hebben. Een veilige avond hebben. En dat je hun echt biedt waar ze voor betalen. Want ze bieden niet voor, oké, hier, je bako, succes ermee. Nee, ze betalen toch wel een bepaalde prijs voor een ervaring. En dat moet gewoon oké.